Goedemorgen iedereen, te Hulst. Dus enkele sfeerbeelden van de vestingscross die zal plaatsvinden deze namiddag. Natuurlijk te volgen via de televisie of het internet. Zo hier een stuk van het parcours. Ja, het heeft veel geregend deze nacht, dus het is nogal wat modderig. Hier ben ik momenteel aan de Keldermanspoort, dus ja, er is veel wind, dus even buiten is het wel voelbaar. Ik zeg, hier in de binnenstad is het wel iets minder. Hier heb je ook een service van een soort wachters die alles correct in het oog houden. Heb ik daarnet gesproken. Het is allemaal tiptop georganiseerd. Hè. Ik zeg, het is achter gesloten deuren. Dat is een feit. Het is te volgen op de televisie. Op het internet. Zo, beste mensen, waren enkele sfeerbeelden hier te Hulst op deze 2 januari 2022. Dus ik zou ook zeggen, veel kijkplezier deze namiddag via de televisie of het internet. Tot de volgende!